een Prince Sound R888 uit circa 1970. Ja, waarbij we in totaal mee kunnen denken en kunnen vooruitberekenen waarop, hoe snel ze terug kunnen verdienen. En ja, vaak zit hem ook in personeels, waardoor ze personeelsboel kunnen. Maar wat zijn dan de prijzen waar ik aan moet denken? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw benul van wat een professionele oven, die ook nog een beetje voldoet aan de moderne tijd, moet kosten. Ja, heel verschillend. Ja, maar daar doe ik het niet voor. Kleine ovens tot hele grote ovens, waar echt dan met een trolley in gaat, maar wel gewoon kleine ovens. Je met een trolley ingaat? Ja, waar dan een hele hoop eten op zet. Ja. Waar een hele hoop capaciteit tegelijk bereid wordt. Maar we hebben ook kleinere machines. Ja. Het zal ongeveer verschillen tussen onze kleinste, tussen de 5000 en we hebben hele grote machines. We hebben het over in één keer €50.000. €50.000. Maar dat is wel heel specialistisch. Je begrijpt dat ik daar even op door wil gaan natuurlijk. Wat krijg je voor een oven van €50.000? Nou, dat is dan wel gelijk voor de industrieklanten. De echte productmaaltijdproducenten, waarbij natuurlijk continue productie wordt gedraaid. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan de oven zeg maar binnen een restaurant of een bakker of binnen een hotel. Maar dit zijn bijna investeringen waarvan je kunt afvragen, moet je die niet beter leasen dan in één keer betalen aan Devapo?